En de stichting Don Walter Fonds heeft gisteren een eerbetoon gebracht aan de auteur Walter Donner. De schrijver is verrast met het eerste boek dat is geproduceerd door de stichting. Jona is het winnend verhaal van de schrijfwedstrijd van 2017. Het boek is overhandigd aan Donner, die op 9 december zijn 89ste jaardag vierde. De stichting is opgericht door Carlo Yatnansin, Derek Verrier en Robbie Parabisin. Donner, zijn levensverhaal, is gepresenteerd door Verrier, die op heel amicale wijze vertelde hoe hij de schrijver heeft leren kennen. En wat er in de loop der jaren dus leren kennen, als iemand die echt zich verdiept heeft in wat er dus wat betreft de economische ontwikkeling, vormgeving aan het economisch gebeuren in de wereld, in de landen van toen, West-Europa, heeft verdiept in de meest klassieke schrijvers van die tijd. Ik voor mezelf, uit mijn opleiding, ik was erg op Max Weber afgestemd. Dat is een Duitse econoom-socioloog uit de jaren 20, 30. Nog steeds mijn grote favoriet en de man die volgens mij nog altijd aan het rechte eind heeft. Donner was daar niet zo zeker van, hij had andere mensen. Maar Walter Donner heb ik leren kennen als een zeer verlicht liberaal met hele moderne opvattingen over hoe politiek en economie met elkaar verbonden moesten worden om voor beide disciplines dienstbaar te zijn en tegelijkertijd ook voor de samenleving waarop je geschriften en je betekenis betrekking hadden. Dat was voor die tijd erg uniek. Carlo Yatnansin droeg een stuk uit Jona voor. Het boek is geschreven door Willem Goedschalk. Daarna bedankte hij Walter Donner voor zijn cadeau. Ik ben Jona, met een H aan het eind. Mijn familienaam is niet belangrijk genoeg om te vermelden. Net zo min als de namen van mijn ouders en grootouders. Alleen mijn bed-overgrootmoeder van vaders kant wil ik hier even ter sprake brengen. Ze luisterde naar de naam van Afi Akebo en bleek de sleutel te zijn die sommige deuren opende, maar ook andere sloot. Want dit was het moment dat u toch zo naar uitkeek. Ja toch? Dat het winnend nummer. Dat is dus de eerste prijswinnaar van de Donner Stichting. En het is een prachtig ding geworden. En ik hoop natuurlijk ook voor de Donner Stichting dat er meer zullen volgen. En dat er dus onder jullie, dus heel veel mensen, dus aangestoken zullen zijn door de muze en door de aanwezigheid van de prijswinnaar. En dat jullie ook overgaan tot het schrijven van deze prachtige Surinaamse verhalen. Ik dank u. Geweldig. Woorden dus van Walter Donner, de schrijver die gisteren gehuldigd is door de stichting Don Walter Fonds. Dit eerbetoon is gehouden in het park.